Nederland, ja, heeft toch wel een favoriete rol. Zie jij dat ook zo? Ik vind het logisch dat Nederland een favoriete rol heeft, omdat we natuurlijk vieze wereldmeester zijn, hè, zoals de Oosterburen zo mooi zeggen. We hebben een fantastisch mooi elftal met waanzinnig veel kwaliteiten, met een goede coach. Dan is het logisch dat je samen met Duitsland en Spanje favoriet bent. Dan zit er altijd nog een verrassing aan te komen gedurende dat toernooi. Maar waar ik persoonlijk op inzet, dat is een finale tussen Nederland en Duitsland. Met als winnaar? Nederland uiteraard.